Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Klein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets moois maken wat bij deze temperaturen past. Het is heel warm, dus we gaan iets sterks maken. We gaan aan de slag met droogbloemen, maar wel weer op een hele hippe manier. Dit pakket kan je in verschillende kleuren bestellen, namelijk in de roze tint die ik nu ga maken, maar ook in een naturel tint. Mocht je dat leuk vinden, dan heb je wat meer met de wit tinten. Dat is ook heel leuk. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Ik zie dat 60% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Je zou mij er heel erg mee helpen. Het kost helemaal niets. En je blijft op de hoogte van alle leuke video's. Dat zou ik super leuk vinden. En alle leuke winacties. En dit pakket kan je straks ook weer winnen. Dus wil je dat niet missen, blijf dan vooral kijken. En dan gaan we gauw aan de slag. We kennen de industriële ring vast wel weer met die hoek. Die heb ik al eens eerder opgemaakt. Het is een van de meest verkochte pakketten. Viel heel erg in de smaak. En vandaag gaan we op een andere manier opmaken. Dus heel erg leuk. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst maak ik even wat caoutchouc vast aan de buitenzijde. Dat doe je door iets te trekken aan de caoutchouc. Dan trek je hem iets uit en dan kun je hem er makkelijk omheen wikkelen. Op deze manier blijft straks het touw goed zitten en glijdt ze niet af. Vast blijven zitten. Als je het heel iets warm wrijft, dan blijft het beter zitten. Maar vaak als je het op deze manier doet, blijft het goed zitten. Dat doe je een klein stukje ongeveer in het midden van de ring. Aan de zijkanten. Daarna trek je er gewoon af. En door het eventjes warm te wrijven en aan te drukken, blijft dat goed zitten. En dat doe je op de andere zijde op dezelfde hoogte. Zoals je ziet heb ik nu aan beide kanten een stukje tape gedaan. Dan gaan we wikkelen met touw om het frame heen. En dat doe je eigenlijk gewoon heen en weer. En je zorgt dat je dus op het groene blijft, omdat het daardoor mooi op blijft zitten. En daar heeft hij een beetje grip. En dat doe je helemaal tot je touw op is. Kijk, je wikkelt echt heen en weer om het frame heen. Aan het eind maak je hem vast met een knoopje. En zorg dat je hem dan wel goed strak vast hebt. Dan wordt hij zo. Mocht je nou aan de bovenkant nog iets tape zichtbaar hebben, dan kan je dat heel iets naar beneden duwen. Zodat je dat niet ziet. Nu gaan we hier bloemen aan toevoegen. Ik maak het frame op in de roze tinten, maar je kan hem dus ook in de naturel tinten bestellen. Wat je eigenlijk gaat doen is alles ertussen vlechten. Het is niet moeilijk. Het is ook heel leuk om samen met kinderen te doen. Ik vind het altijd wel mooi om de ring aan te houden, maar je kan er ook buiten werken. Maar ik vind het dus mooi om binnen de ring te werken en dus ook met die hoogte te werken. Je kan ervoor kiezen om alleen de bovenkant te doen, je kan ook de onderkant doen. Dat kun je zelf mooi mee spelen. Maar wat je dus doet is je vlecht hem er elke keer ertussen. En dat doe je eigenlijk met alle materialen. En zo kan je mooi spelen met de materialen die in het stuk zitten. Je pakt elke keer net even een ander touwtje waar je tussendoor vlecht. En je kan dus kiezen op welke plaats je het doet. En als je het leuk vindt, kan je het ook op de kop erin doen. Je kunt het materiaal langer doen, je kunt ze korter doen. Ik vind het mooi om ze allemaal recht te doen, maar je kan ze dus ook zo doen. Maar ik kijk dus wel goed naar de kleurverdeling in het stuk. Dus dat het roze bijvoorbeeld een beetje verdeeld is met de naturel tint. Zoals je ziet leg ik ze nu een beetje om en om. Het komt niet heel precies, maar ik vind het wel mooi als het ongeveer in verhouding is.
En je weeft hem er een beetje tussen. Je kan ook echt gaan kijken dat je de touwtjes echt om en om doet. Maar ik vind het speelse juist heel erg leuk. En zoals nu trek ik de graan ook gerust door in het touw. En ik knip de steeltjes dus elke keer dat het net binnen de ring valt. En je kunt ook materialen wat korter erin verwerken. En wat langer, dan krijg je juist een speels effect. Kan, als je het makkelijker vindt, kan je ook eerst alle materialen neerleggen voordat je ze erin doet. Als je dat een fijne idee vindt. Zoals je ziet hebben we dan een heel mooie frame. Ik let dus goed op de kleurtjes, dat die goed verdeeld zijn. Daarnaast vind ik het ook mooi dat de lijnenspel onderin gelijk blijft. Maar daar kan je gerust mee spelen. Er is niet iets goed of fout. Het leuke aan dit stuk is dat je echt kan spelen met hoogtes, kleuren. En dit is ook bijvoorbeeld heel leuk om met kinderen te maken of naar iemand op te sturen. Ja, als aardigheidje. Wil je dit pakket winnen? Laat even een leuke reactie achter en doe even een duimpje omhoog. Wil je dubbel kans maken? Deel dan deze video op Facebook of Instagram. En dan maak je al kans op dit pakket. Vond je dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Aankomende zondag heb ik een hele leuke video met een bloemstuk voor buiten. Dus ook heel erg leuk. Heel sterk, vooral met dit warme weer. Dus wil je dat niet missen, kijk dan vooral zondag weer. Daarnaast blijf ik gewoon lekker vloggen. En wanneer mogelijk upload ik dan op maandag ook nog een extra vlog. Want iedereen was er zo enthousiast over. En ik vind dat het leukste om te doen. Dus echt een hobby van mij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!